Als we alleen kijken naar de locaties waar in het afgelopen jaar 10 keer of vaker werd gefritst, wordt onze regio 19 keer genoemd. Met name Nijmegen als grote uitschieter. De top 3 in onze regio bestaat uit de Hatertseweg in Nijmegen op 3, de Wageningse straat in Overbetuwe op nummer 2 en bovenaan de lijst staat de Van Heemstraweg in Beuningen. Daar wordt dus het vaakst een mobiele flitser geplaatst. Kijken we naar het aantal boetes, dan blijft de top 3 bijna gelijk. Alleen wisselt de Hatertseweg op nummer 3 voor de Bergendalseweg in Nijmegen. Duidelijk in ieder geval is dat het op de Van Heemstraweg het vaakst raak is. Op deze weg wordt het best vaak bekeuringen uitgedeeld, maar mensen te hard rijden. Ervaart u hier last van? Nee, totaal niet. Er staat een auto ergens hier op het pad, maar ik heb er totaal geen last van. Nee hoor. Ja, daar hebben we zeker last van, want het is af en toe heel erg schrikken met de noodgang dat ze hier werkelijk voorbij komen rijden. Van het hard rijden op zich? Nee, ik merk het eigenlijk niet. Ik let er eigenlijk niet op. Ik ben overdag ook veel weg. We hebben ons huis heel goed geïsoleerd. Ik merk er eigenlijk vrij weinig van. Nou ja, het is niet fijn als je kleine kinderen hebt en die vervolgens hier ook de weg moeten oversteken. En dat je weet dat er gewoon zo hard gereden wordt. Dus ja, wij vinden het wel fijn dat er wel geflitst wordt. En dat er controle op is, dat het gewoon, ja, dat die snelheid omlaag gaat. Ik heb een keer een situatie gehad dat ik hier de weg op wilde rijden. En dat er inderdaad zo'n hard rijden aankwam rijden. Die bijna frontaal op mij botste. Dus het levert gewoon gevaarlijke situaties op. En ook met oversteken, ja, met alles. Ik weet wel dat er veel gecontroleerd wordt. De politie die staat daar meestal met de wagen. En dus zie je dan niemand inzetten, maar dan weten wij alweer van, oh jee, er wordt weer gecontroleerd. Dus ze zijn er wel vaak, de controles. Dus ja. Andere straten waarvan het aantal bekeuringen over 2022 nogal oploopt, zijn onder meer de Groesbeekseweg in Nijmegen, de Graafseweg in Nijmegen en de Sint-Andersstraat. Op die locaties is elk meer dan 1000 boetes uitgeschreven in 2022. Op de Van Heemstraweg in Beuningen zijn er in totaal 3244 boetes uitgedeeld.